En de nieuwe raad van commissarissen bij Staatsolie is gisteravond aangetreden. De raad wordt geleid door Leo Brunswijk als president-commissaris. President Chan Santokki was aanwezig op de algemene vergadering van aandeelhouders. Zijn echtgenote Melissa Santokki is ook lid van de RVC. In de RVC van Staatsolie hebben verder zitting Jimmy Boussaid, Nawin Ryan Nanan, Harry Dorini, Gwanda Asadang en Dennis Café namens de bond bij het bedrijf. De VHP en de ABOP hebben elk 3 vertegenwoordigers in de raad. Op de vergadering zijn de plannen van het bedrijf belicht. De sector heeft een zeer goede toekomst met de recente oliefondsen voor de kust. Zo verwacht het bedrijf voor de komende 5 jaar $965 miljoen bij te dragen aan de staat.